daar nog iets aan toe te voegen, Er? Met andere woorden, heel snel klaar. Nee! Jawel, nee! Ja. Nee. Echt wel. Het is niet snel klaar. Dit is gewoon hoe ik daarin sta. Ik sta aan de file en ik ben onderweg, ik doe mijn best, naar Maureen en naar Erik van Hey Jij. Ik hoop dat ik een beetje op tijd aankom, jongens. Wish me luck. Ik zat vandaag in de auto bij Maureen en bij Erik van Hey Jij. Willen jullie eens vertellen wat jullie precies doen met jullie bedrijf? Een bedrijf wil een bepaalde weg op en heeft daar niet wil daar graag wat hulp bij hebben. En als ze een bepaalde richting in willen slaan en dat is nog niet helemaal geïntegreerd op hun eigen DNA of het is er wel, maar ze hebben het niet helder, dan komen wij in beeld. En waar wij vooral naar kijken is die helikopterview en dat moet het bedrijf zelf ook doen natuurlijk, hè, het MT, de CEO, moet gaan kijken, ik wil vanuit een helikopterview gaan kijken naar de organisatie en we dan met name gaan bouwen vanuit richting vanuit de mensen en niet vanuit het geld wat het moet opleveren, maar vanuit de mensen, want dan levert het vanzelf geld op. Ik zag ook op jullie site iets staan over een ingenieuze scan die jullie bij mensen doen. Waar het met die scan over gaat is dat mensen loggen in. Hè. Ze krijgen een uitnodiging via een link. Mm-hmm. En na een introductiefilmpje krijgen ze een aantal lijsten met vier begrippen. En daarvoor uit die vier begrippen kiezen ze de twee die het beste bij ze passen. En na 10 tot 15 minuten ben je inderdaad klaar met deze scan. En dan komt er een profiel uit die echt heel erg raakt. En in die zin dat het heel erg dichtbij de normen en waarden komen van de persoon. Mm-hmm. En het heeft te maken met het stukje nature en niet de nurture. Want we zijn heel erg bezig met dingen aanleren, nurture. En dat kunnen wij als mensen heel erg goed. En het gaat mij nou juist om, ja maar wie ben jij nou eigenlijk? Dus na het invullen van de scan, dan heb ik altijd nog een 1-op-1 en dan gaan we doorvertalen van oké, wat betekent dat voor jou in de praktijk? Waar herken jij jezelf in? Want ik ga in feite niks nieuws vertellen, maar ik ga wel heel veel naar boven halen. En waar ligt nou je kracht? En wanneer doe je nou waar je goed in bent? Ja. En waar krijg je vooral ook energie van? En word je blij van? Daar gaat het in. Je moet zo lang werken en wij moeten misschien nog wel langer werken dan dat nu bekend is, mm-hmm. Ja, doe het dan vooral met volle overgave en waar je echt heel veel energie voor krijgt. Want ik zag ook op jullie site een hele mooie tekst aan, vond ik. Wij halen eruit wat er al in zit. Ja, het is niet anders dan, het is al wie, het haalt naar boven wie je bent, zeg maar. En, ja. Dus je hoeft je niet anders voor te doen, je hoeft niet iets anders aan te leren, want je bent wie je bent. Ja. Alleen dat maken we wel inzichtelijk. Mm-hmm. En ik denk het leuke van de methodiek die we hanteren is, waar ik heel erg in geloof is, en wat mij triggerde was, het was echt 10 minuten. En ik kreeg vragen waarvan ik dacht van ja, nou, normaal zie je in zo'n test zie je nog wel zoiets van, oh ja, hier testen ze even of ik leiderschap heb, of dat ik een teamplayer ben, of dat ik individualist ben. Maar dat haalde ik er totaal niet uit. Ja. En ik was binnen 10 minuten klaar en ik denk, nou, dan gaan we een kop koffie pakken. En met dat ik opstond was het ook gelijk ping. En ik denk, oh, nou, dat zal wel een bevestiging wezen van bedankt en leuk. Maar ik had gelijk een hele rapportage. En inderdaad, als je die gaat lezen, ik vond hem wel nog wat uitgebreid. Maar als je die gaat lezen, toen dacht ik, wow, dit is wel heel erg raak. Ja, want die scan die is dus heel persoonlijk. Het legt gewoon bloot wie je als hoe jij gebakken bent. Je maakt mensen bewust bekwaam van zichzelf in feite. En daarmee ben je heel veel ruis op de lijn en je kwijt. Dat kun je voorkomen door elkaar daar ook de ruimte in te geven. Nou, oké, zo ben jij gebakken. Dus het is oké. Mm-hmm. Want jullie doen het 1-op-1. Met teams, ja. Maar ook hele organisaties. Ja. Ja, de gedachte was van het individu naar het team. En dan in een organisatie op die manier wegzetten. Mm-hmm. Alleen in de praktijk hebben wij nu gezien. We zijn totaal anders begonnen dan andere bedrijven. We hebben verder geen marktonderzoek gedaan, dat soort dingen. We hadden eigenlijk wel van, nou, hier geloven wij in. Ja. Dit is waar de behoefte aan is. En, zijn aan het gaan bouwen eigenlijk, van hoe moet dat er dan uitzien. We wilden ook een online tooling hebben eigenlijk, waarbij je dat soort dingen heel makkelijk in beeld brengt. Dingen simpel maakt, inzichtelijk maakt. En van daaruit zijn we pilots gaan draaien met bedrijven. Maar hadden we eigenlijk heel snel beeld van, oh wacht even jongens, hier is gewoon heel veel behoefte aan. En hele goede positieve reacties kregen we allemaal. Ja. Ja, en toen zijn we gedacht, ja, nou moeten we ook eens naar buiten. Nou ja, en dat is eigenlijk in, we bestaan eigenlijk formeel, 9 maanden geleden hebben wij de BV opgericht. Mm-hmm. En toen zijn we nog zeg maar even 3 maanden,
aan pionieren geweest, aan het zoeken geweest, pilots draaien en dat soort zaken. Dus we echt full swing aan de slag zijn we pas een half jaartje. Ja. En ja, dat gaat heel goed. Ja, want jullie zijn eigenlijk met z'n drieën, hè? Ja. Jullie zitten met z'n tweeën in de auto, maar er is nog een persoon die jullie... Ja. Zal ik Hepke eens even bellen? Ja. Hij belt? Als je het over de duivel hebt. Ja, 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 ja. Hepke met Erik. Hey Erik, ben ik gelegen? Ja, wij zitten in de auto. Zou jij eens kunnen vertellen wat jouw toegevoegde waarde eigenlijk is in ons bedrijf? Ja, dan ben ik klaar. Dan ben ik al klaar nu. Hè. Nou weet je, ik ben de stuwende kracht mijn toegevoegde waarde binnen het bedrijf. Nou weet je, ik ben juist met name vind ik ontzettend goed dat in combinatie met Erik en Maureen wij alle drie verschillende disciplines aanhangen. En als ik kijk binnen de wereld waar we met name opereren, denk ik dat ik een uitstekend netwerk heb binnen met name ABN AMRO en ING. En een hele goede aanvulling heb dan op het netwerk wat Erik heeft binnen de RABO. En dat maakt dat we daardoor heel goed weten wat er allemaal bij de banken leeft. Wat de ontwikkelingen zijn in positieve en negatieve zin. Maar dat we daardoor ook breder kunnen kijken dan met de focus op één soort bank. En heel erg kunnen kijken van wie ben je nou als mens? Wat voor opdracht pas je nou het beste? En wat voor team pas je nou het beste? En nou, dat samenspel maakt denk ik dat we niet zozeer echt heel erg verschillend van elkaar zijn, maar juist heel erg complementair aan elkaar zijn, waardoor we elkaar heel goed kunnen aanvullen in kennis over en kennis met mensen. En wat is jullie droom met dit bedrijf, wat de ultieme? Nou, die hebben we eigenlijk al een beetje te pakken denk ik. Ja? Ja. Dat heb je snel. Nou, van niets iets maken wat ook nu werkt. En zijn vruchten afwerpt. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel je droom waar maken volgens mij. Ja, nee, dat is absoluut waar. We staan nog maar aan het begin, hè, om mensen en bedrijven daarin te ondersteunen. En er zijn nog zoveel meer bedrijven die het nu misschien nog niet zien, maar die dat wel gaan ontdekken. Mm-hmm. En mijn droom is wel om dat ook echt het goed te laten landen in Nederlandse bedrijven om dat aan te wakkeren en neer te zetten. Ja. Mm-hmm. Want ik zag aardig wat banken bijvoorbeeld die jullie al hebben geholpen. Of mensen die bij een bank werken. Maar jullie gaan denk ik gewoon, iedereen in principe kan. Ja, het is eigenlijk geschikt voor alle bedrijven die met hun mensen aan de slag willen. En dan echt vanuit het DNA. Dus dat moet eigenlijk elk bedrijf zijn. Ja, dat zou je denken. Mogen willen. Ja, ja. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Maar goed, dat is wel een nieuwe dimensie. In de manier waarop bedrijven hun business binnenhalen. Want het is nu vaak nog euro gedreven. En terwijl de hoogste omzet eigenlijk wordt behaald op basis van de mensen. Mm-hmm. En absoluut, dat is eigenlijk hetgene waar ze veel meer aandacht aan mogen gaan besteden. Mm-hmm. Als ik jullie over een half jaar nog een keer spreek, waar staan jullie dan met Hey Jij? Nou, ik ben niet van de voorspellingen. Dat ik net wel heb uitgelicht waarom ik het belangrijk vind in het werk wat ik doe. Dat organisaties vanuit het DNA mogen gaan kijken van hey, welke mensen hebben wij... op basis daarvan te groeien, mm-hmm. in plaats van dat het euro gedreven is. Ja. Ja, en als ik daar iedere dag een bijdrage aan kan leveren, dan ben ik blij. Ja, ik kan wel wat toevoegen, denk ik. Wat ik graag zou willen, is dat wij eigenlijk wel de... Als het gaat binnen bedrijven om ontwikkelen van mensen, mensen met meer plezier in hun kracht zetten, zeg maar, binnen het bedrijf, meer met energie en met passie, dan zou ik graag willen zijn het bedrijf wat top of mind is. Daar wil ik over een half jaar zijn. Ja. Hoppa! Ja. Ja. Heel goed. Lekker ambitieus. Ja. Dus over een half jaar spreken we elkaar weer. Ja. Ja. En waarschijnlijk dan krijg je mij niet aan de telefoon, want dan zijn we heel druk. Kan allemaal niet. Ja, nee, zonder gekheid. Nee, maar dat zou ook wel, dat zou ook wel heel gaaf zijn. Ja. Nou, top. Duidelijk verhaal. Dan wil ik jullie enorm bedanken voor deze rit vandaag. Dat waren ze, Maureen en Erik en zo waren een inbeller, Hepke. Dat was een first. Als jij nou een keer met mij op stap wil, ik hoop dat we dan geen files treffen. Stuur me dan een mailtje en dan gaan wij wel rijden, daadwerkelijk. Tot de volgende.